Wat gebeurt er met jou zelf als je zonder pre-workout zou moeten trainen? Ik zou het niet weten, want het is nooit gebeurd. Ik train elke dag met pre-workout sowieso. Daar zitten we dan. Je zei dat je het al een paar keer hebt gezien. Ben je bang voor het biechthok? Nee, ik ben niet echt bang. Nee? Ga je helemaal eerlijk zijn? Ik ga helemaal eerlijk zijn. Want dat is de bedoeling. Ik ga vandaag aan de hand van een aantal zondes, en we hebben er een boel, erachter komen wie jij nou echt bent. Uh-huh. Zullen we gewoon beginnen? Ik ben benieuwd. We beginnen met luiheid. Ta-ta-ta-ta. Jij woog ooit 107 kilo. Je bent toen veel afgevallen, maar je bent ook weer teruggegaan naar 105 kilo. Was dat niet gewoon een excuus, zodat je weer meer kon gaan eten? Nee, het was niet echt een excuus. Het was meer gewoon voor mijn fans. Veel mensen zeggen, ja, maar hoe heb je dat toen de tijd gedaan? Hoe ben je zo afgevallen en dergelijke? Ik zeg, ja, dan moet je zo doen en dan moet je zo. En mensen zeggen, ja, maar waarom heb je geen video gemaakt? Toen dacht ik, ja. Vrienden van mij zeiden ook van, mooi, je had het moeten opnemen. Maar ik was er niet zo echt mee bezig, net zoals ik er nu mee bezig ben. Uh-huh. En toen dacht ik, weet je wat, laat ik nog gewoon een keer aankomen. En dan maak ik een video en dan zeg ik van, hoeveel van mijn volgers willen dat ik weer ga aftrainen? Ja. En op een gegeven moment, ik zei, bij 5000 likes ga ik weer helemaal aftrainen. En op een gegeven moment, voordat ik wist, stond die video op bijna 10.000 likes. Mm-hmm. En nu ben ik bezig met een documentaire en nu gaan we er ook trainen. Kijk. Dus je hebt gewoon, voor de video deed je het. Mm-hmm. Voor de video. IJdelheid. Je staat continu in de gym en je gaat nu ook proberen om helemaal droog te trainen. Wanneer ben jij nou voor jezelf tevreden? Tevreden, dat ben je bijna niet. Je bent nooit tevreden, het is nooit genoeg. Je kan nooit zeggen van, ja, dit is goed of zo. Je bent er elke dag mee bezig. Mm-hmm. En het is nooit genoeg. Is dat niet uitputtend? Niet echt. Blijft uitdagend, blijft leuk. Ik doe het met plezier, dus voor mij blijft het gewoon leuk en uitdagend. Oké. Is goed. Hoogmoed. Nee, valt mee. Ja? Valt mee. We zullen het zien. Zoals je al zei, er komt een documentaire van jou aan. Klopt. Waarom denk je dat mensen zitten te wachten op een documentaire over jouw afvalrace? Ze staan er letterlijk op te springen op zo'n documentaire. Want ze willen zien van, hoe doe je het? Hoe ga je van zoveel kilo naar zoveel kilo? Hoe ga je van zoveel vetmassa naar zoveel vetmassa? Mm-hmm. En dat willen mensen zien. En mensen willen zien hoe ik dat ga doen. En hoe ik dat ook ga doen. En hoe ik het ook ga laten zien aan ze. Maar volgens mij in jou, er zijn best wel veel documentaires op zich over met afvallen en dat soort dingen. Uh-huh. Daar heb je ook vaak dat er echt cijfers bij komen. Uh-huh. Heb je dat in jouw documentaire ook? Cijfers zoals wat? Hoe bedoel je? Ja, gewoon echt een soort van schema's. En dat ze er echt intens op ingaan. Dat er doktoren bij komen op die manier. Nee, hoe heb jij het gedaan? Er komen geen doktoren bij, maar ik kan alleen beloven dat als je die documentaire ziet, dat je de sportschool in gaat springen. Denk je dat iedereen die de documentaire ziet hetzelfde pad kan volgen en dezelfde resultaten zal behalen? Ja, als de wilskracht er is, waarom willen ze zijn weg? Als je het wilt, dan kan je het bereiken. Kijk, als je het maar wilt. Mm-hmm. Jaloezie. Dat is altijd een leuke. Je staat elke dag te beuken in de sportschool en zegt en legt het ook wel eens vast op camera. Worden mensen nooit moe van Mo Bicep en zijn gymlife? Of ze moe worden. Ik denk niet dat ze moe worden van het kijken naar mij. En als ze, ja, als ze moe worden van naar mij kijken, dan moeten ze me verwijderen van Snapchat. Ja. Is dat de enige optie voor jou? Dat ze gewoon dan maar niet kijken? Kijk, je gaat niet naar Temptation Island kijken, terwijl je het niet leuk vindt. Begrijp je? True. Dus dat is gewoon, als je het niet leuk vindt, gewoon niet kijken. Dan moet je niet kijken, ja. Ik geef je gelijk. We gaan naar lust. Je bent begonnen met het verkopen van je eigen supplementen. Uh-huh. Waarvan je zelf geen training overslaat zonder pre-workout. Klopt. Wat gebeurt er met jou zelf als je zonder pre-workout zou moeten trainen? Ik zou het niet weten, want het is nooit gebeurd. Ik train elke dag met pre-workout sowieso. Is dat niet op een of andere manier niet helemaal goed voor je lichaam? Nou, weet je, ik drink niks anders met cafeïne. Ik drink geen koffie, ik drink geen Red Bull. De enige cafeïne die ik binnenkrijg, dat is van de pre-workout. En dat zijn de enige cafeïnes die ik binnenkrijg. Dus gewoon cafeïnes, dat is
moet niet te veel cafeïne naar binnen werken natuurlijk. Kijk, dan zal je Red Bull drinken, één in pre-workout en nog een koffietje. En ditje en datje, ja, dan zou ik zeggen van liever niet. Want normaal gezien is het ook gewoon pak een potje, is het potje op. Gebruik het niet nog een keer. Wacht dan gewoon nog 8 weken lang. Ja. Is dat gewoon ook wat een beetje bij de hele lifestyle van Mobicep hoort? Dat is, daar sta ik ook bekend op. Eiwitten hoog, pre-workout, Mobicep. Ja. Dat is gewoon Mobicep. Wat als je die naam niet meer zou kunnen gebruiken? Mobicep? Ja, dan is Mobicep er niet meer, denk ik. Nee? Dat is de enige reden waarom ik die naam niet meer zou gebruiken. Is er een soort van andere optie nog? Nee, er is geen andere optie. De enige optie is gewoon blijven fitnessen elke dag. Blijven knallen. Wanneer die naam Mobicep niet meer kan gebruikt worden, dan kappen we ermee. Dan hou je ermee op? Ja. Oké. Okay. Gulzigheid. Je hebt gezegd dat je graag een keer met Boef wil trainen en staat regelmatig met bekende koppen in de gym. Waarom train je niet met mensen die het net zo hard nodig hebben als jij destijds? Ik heb dat lang zat gedaan. Ik heb lang zat met mensen getraind. Hetzelfde als ik niet echt bekend zou zijn, zouden jullie mij ook niet vragen hier zo. Jullie zijn ook niet mensen die bijvoorbeeld random iemand pakken van de straat en denken van, hé, met hem gaan we even een opname doen. Niet! Ik denk niet dat jullie dat doen, toch? Nou, zouden we misschien een keertje moeten doen. Misschien wel een aanradertje. Ik weet nog nooit, toch? Kijk, het is meer gewoon, het is voor ons beide een win-win situatie. En voorheen deed ik het altijd met veel. En trouwens, heb je mijn vlogs niet eens bekeken? Ik train met heel veel jongeren. Ja? Ja, tuurlijk. 1 keer in de 2 weken, 3 weken neem ik een vlog op en dan ga ik alleen maar met jongeren trainen. Kijk. En dan motiveer ik ze ook. Dat is wel een soort van jouw ding, hè? Het motiveren, dat is... Motiveren. Kijk, daar sta ik bekend op. Mensen zeggen altijd, ja, personal trainer, maar ik ben geen personal trainer. Mensen denken ook dat ik dat ben, maar ik ben gewoon een motivator. Ik krijg helemaal zin om de sportschool in te rennen van Kijk, jou. Kijk, motivatie is, nou, we knallen gelijk. Ja, morgen gelijk beginnen. Woede. Trok hem er ook heel erg boos vanaf, zeg je dat? Potverdorie. Kijk. Je wilt mensen graag motiveren en noemt jezelf dan ook geen personal trainer, maar motivator. Ja, klopt. Heb je wel eens iemand gehad die je gewoon echt niet kon motiveren? Ik heb dat nog nooit meegemaakt dat ik iemand niet kan motiveren. Want diegenen die om me heen zijn, die motiveer ik allemaal. Mm-hmm. En degene in mijn kring en degene die me volgen, die motiveer ik dagelijks. Ja. Met hetgeen wat ik doe, de filmpjes die ik maak. En ik heb het niet echt meegemaakt dat er mensen zijn die zeggen van, ik ben niet gemotiveerd door hem. Dan moet je wel heel lui zijn als je niet gemotiveerd raakt door mij. Waar begin je als iemand naar je toe komt met ik wil echt naar de sportschool, ik weet niet hoe? Begin. Niet te veel praten, begin. Je moet gewoon beginnen. En dat is het? Klaar, gewoon beginnen, ja. En dan? Ze zijn begonnen. Ze zijn 1 keer naar de sportschool geweest. Ze zijn moe, ze vinden het vervelend. Dan moet je doorgaan. Gewoon doorgaan, ten alle tijde gewoon doorgaan. Rome is niet in 1 dag gebouwd, hoe ze het ook zeggen. Ja? En als het waar een wil is, is een weg. Als je echt iets wil bereiken, dan moet je gewoon doorgaan. Wat is de laatste keer geweest dat je echt helemaal gefrustreerd raakte omdat iemand maar niet gemotiveerd raakte? Of gewoon niet zijn best deed? Dat je gewoon alle tips hebt gegeven en dan dacht... Toevallig, 2 weken geleden was een videootje die ik ook op Instagram heb geplaatst. Mm-hmm. Was een jongen die bezig was met zijn touwen. Ja. Een vriend van mij die bij mij traint, Mario. Hij was bezig met die touwen en op een gegeven moment die touw die bewoog helemaal niet aan het einde. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Dus hij bleef zo rustig. Toen ik gewoon die touw trapte, omdat ik zo boos was. Ik zeg, wat ben je aan het doen, jongen? Pak die touw, doorgaan, snap je? Ja. En die... Ik heb je thuis blijven. Go hard or go home. Hebzucht. Je hebt 2 keer een auto weggegeven, omdat je mensen graag wilt helpen. Deze vraag... Hoeveel nullen staan er op jouw bankrekening dat je dit kan doen? 1-0. 1-0? 1-0 staat er op die bankrekening. Dus is dat dan omdat de rest allemaal andere getallen zijn? Nee. Er staat niks op jouw bankrekening? Op mijn bankrekening staat niks. Hoe heb je het dan voor elkaar gekregen om mensen zoiets groots te geven? Want het is echt niet niks. Het is een autootje van 1200 euro. Gewoon als je mensen kan helpen. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen, zoals ik altijd al zeg. Je moet mensen gewoon kunnen helpen, snap je? En jij bent op een plek dat je mensen op die manier kan helpen? Ja, toch. Ik heb de mogelijkheid om mensen te helpen en daarom doe ik het graag. Ja. Maar je hebt wel maar 1-0 op je bankrekening. 1-0 op mijn bankrekening. Okay. Hey, Mobicep. Ja. Yeah. Je hebt het biechthok overleefd. Gelukkig. Ah!
wat een leuke video was dat weer. En dit is dan het moment dat ik een leuk grapje maak om jou vervolgens door te verwijzen naar een nieuwe video. Dus klik hierboven voor een nieuwe video. En klik hieronder om te abonneren op het kanaal. Mis je nooit meer wat. Wat wil je nog meer? Vakantie bijvoorbeeld, of vanille-ijs, of chocola. Maar in ieder geval abonneren. Doe dat nu. Doei!